Maar zoals je ziet is het vliegtuig net aangekomen uit Guayaquil, Zuid-Amerika. Elke dag hebben we zo ongeveer 3-4 vliegtuigen uit Afrika, Zuid-Amerika, vol met bloemen. Deze periode is het ietsje drukker, Valentijnsdag in aantocht. We handelen ongeveer 6-7 vluchten per dag af, hier op het cargo-platform op Schiphol. Zoals je ziet zijn we klaar met lossen. Alle bloemen zijn nu in de vrachtloods klaar om verder vervoerd te worden naar de verschillende bestemmingen. Op de dag van vandaag met Valentijn voor de boeg. Ja, dan is dit natuurlijk een heerlijke plek om te werken, om het percentage van 30-40% aan bloemen die door onze loods gaan, om die zo snel mogelijk bij onze klant te krijgen. Hey, dit zijn de rozen die dus binnenkomen. Ze komen uit het land Ecuador vandaan en ze zijn bekend om de grote soort rozen, de lange soort rozen. En die worden dus als export naar Rusland met name vervoerd. Ja, dat gaat in grote getalen.